toch een triest moment. Maar ik wil het toch wel even meemaken. Kom op. Nou, in de jaren 80 was Noordlicht was eigenlijk het bekende poppodium van Tilburg. En helaas, na zoveel jaren moeten we afscheid van nemen, want het gaat plat. En vanavond nog één keer uit onze plaat in Noordlicht. Hallo! Vanavond echt een boordevol ex-Noorderlicht. Jij bent een van de initiatiefnemers van deze laatste avond. Waarom? Waarom? Ja. Ik vind het verschrikkelijk dat het pand weggaat. En dat is eigenlijk de reden waarom ik hier 4 jaar binnen ben gelopen en heb gezegd van hey, ik wil hier de dingen organiseren. Want voor mij is en blijft het altijd het oude Noorderlicht. En toen heb ik gezegd van nou goed, tegen de eigenaar van ik wil hier wat dingen organiseren. En dat vond hij goed. En sindsdien is het eigenlijk best wel gaaf. Hè, oude mensen die hier veel weer komen van vroeger, die vonden het leuk, die feesten. En toen hoorde ik dus dat het echt verkocht was en tegen de grond aan ging. En toen had ik zoiets van, ja, nu moet er gewoon iets gaan gebeuren. Nu moet er echt een knalfeest komen. Alle oud-Noorderlichters moeten komen. En er moet gevierd worden. Helaas niet gevierd worden dat het plat gaat, maar wel vieren dat we er nog één keer terecht kunnen. En vandaar dat ik dat gedaan heb. Leon, direct op het podium. Laatste Noorderlicht. En er is in die tijd heel erg gebeurd natuurlijk, maar er is met jullie ook heel erg gebeurd. Ja, dat is absoluut heel veel gebeurd. Uiteraard Jan is overleden. Ja, met een beste maat. En zo niet de beste gitarist die ik ooit heb gekend. En we staan hier als afsluiter, of een van de afsluiters. En we zijn hier allemaal begonnen. In deze tempel, zou ik het zo maar zeggen. En het is voor mij ook heel bijzonder, omdat ik in dezelfde ruimte sta als een aantal jaar geleden met zijn pa. Nou, het is nou, een nieuwe plaat is gemaakt en alles. Dus we doen live. Op een gegeven moment hebben we een band samengesteld. En het is op een gegeven moment wie wanneer kan speelt. En ik zit ook vast aan bepaalde dingen, maar iedere kans die ik heb dat ik kan spelen, doe ik mee. Zo is het. En op de plaat heb ik ook 2 nummers gespeeld, dus wel betrokken. Cycle slots van hell daar stonden en die waren gaaf. Dat was eigenlijk een beetje de voorloper van, hoe heet die wijven die er eigenlijk allemaal uitkleden op het podium? Mijn buurvrouw? Nee, die, dat leek... Oh, ja. Je snapt wat ik wilde, die condooms het publiek in gooien. Ja. Daar leek het een beetje op. Het was eigenlijk hardrock à la de Dolly Dots gewoon. Okay. Dus vandaar, dat is wel een van mijn betere momenten. En Skid Row. 1986, Golden Earring.
Ik was 11 jaar. Ik mocht op het podium zitten van de band. Dat was met twee vriendjes. Voorprogramma Piu Piu. Nooit van gehoord? Ik wel. Jij wel. Ik had er nooit van gehoord. Die zang had wijde pijpen. Wij trokken hem aan zijn wijde pijpen, want ja, wij mochten op dat podium zitten en baldadig als we waren. Die man al struikelend stak hij zo zijn duim op naar ons. Daarna backstage bij mijn helden, waar ik vanavond nog een nummer van mag zingen. Dat is mijn Noorderlicht moment. Mijn allermooiste Noorderlicht moment is dat ik plotseling op een gegeven moment ergens in 94 of zo werd 's ochtends opgebeld. Door Edwin Ballock, zanger. Van John, kom als een sodemieter naar Remote. Hè, want we spelen vanavond in het Noorderlicht. In het voorprogramma van Whitesnake. Dus ik gooi de horen erop. Ik denk, dat is een grapje, weet je wel. Werd ik teruggebeld, als een sodemieter naar hier komen. En oké, ik repeteerd. 10 nummers moesten erin. In 2 uur tijd naar huis gegaan, op de fiets. En terug naar het Noorderlicht soundchecken om 7 uur. En om 8:30 was het showtime. Stonden we in het voorprogramma van Whitesnake uit het niets. Noorderlicht, ik weet het jaartal niet meer. Golden Earring ook. Backstage ook. En op de bank hier achter Rinus Gerritsen, die zegt dat mijn vader een fantastische basgitarist is. Eerst de bioscoop, toen Nina Hagen, toen stomdronken en verliefd aan de bar. En daarna is Antenne geboren. Te veel om daar een moment uit te kiezen, dus daar kan ik je echt geen antwoord op geven. Noorderlicht is voor mij heel belangrijk geweest. Ach, Alides, daar staan we hier. Backstage bij Noorderlicht, een van de laatste avonden. Jammer. Ja, hoe beleef jij dat? Ja, omdat ik kijk, ik kom uit een cyclus van way back. En ik, hoe het ruikt hier alleen al. Vind ik zo mooi en ik vind het jammer dat het gewoon weggaat, omdat ja, ik hou enorm veel van live spelen dus, en wat je hier meemaakt, ja, ik weet niet wat er voor in de plaats komt, maar ik zou zonder... Appartement, ja, denk ik. Ja, met dat. Ja. Nee, vind ik niks. Ik heb hier zelf ook gespeeld, maar ik ging helemaal uit mijn dak toen. Ik ben ook funk rock, daar hou ik in. Dus toen Mother's Finest hier speelde, was ik helemaal idol uit. Oké, en hoe gaat het met Henning? Bij mij gaat het goed, ik schrijf heel veel voor andere mensen. Ik ben zelf met een cd bezig, een nieuwe cd. Na 30 jaar is dat wel eens... Dat werd tijd. Dat werd tijd ook, ja. Ja, dak eraf hier in Noorderlicht, laatste keer. Maar ja, het mag er ook af, want het gaat toch plat. En als je dan hier in deze kleedkamer, waar alle grote der aarde hebben gestaan en overal handtekeningen van staan, dan wil ik toch wel op een hele bescheiden manier afscheid nemen, op mijn eigen manier, van het Noorderlicht. Komt-ie. Hey, het is eigenlijk toch wel klein als ik dat zo zie. Misschien.
tot volgende week.